Heel hartelijk welkom bij deze VRT Nieuws Live naar aanleiding van een persconferentie van de Vlaamse regering die elk moment kan beginnen en die we samen zullen bekijken en nadien ook zullen bespreken met onze politieke analist Ivan de Vadder die hier bij me zit. Welkom Ivan. Dag Anna. Nadien gaan we ook de tijd nemen om op al uw vragen te antwoorden, want er zijn nog altijd heel veel vragen over het coronavirus, over de nieuwe verstrengde maatregelen, wat die nu betekenen. En dat gaan we dan nadien doen naar de persconferentie met onze wetenschapsman Koen Wouters is dat. Maar Ivan, eerst begin ik met jou. Ja. Gisteravond hadden we die persconferentie van de federale regering die de geldende maatregelen nog heeft verstrengd. Het is net geen lockdown, of dat woord gebruiken ze toch niet. Nu dadelijk persconferentie van de Vlaamse regering. Wat mogen we verwachten? Dat is iets helemaal anders, want de bevoegdheden liggen ook helemaal anders. De federale regering is verantwoordelijk voor volksgezondheid, ook voor de handhaving van die maatregelen, ordehandhaving, minister van Binnenlandse Zaken. Ja, de Vlaamse regering gaat over steun aan sectoren, steun aan mensen, steun aan bijvoorbeeld winkels die moeten sluiten. Bij de vorige persconferentie een aantal dagen geleden heeft de Vlaamse regering al beslist, bijvoorbeeld winkels die moeten sluiten, krijgen een premie, een hinderpremie, 4000 euro. Wie in het weekend alleen sluit, 2000 euro. Nu is de vraag, en dat zijn maatregelen die je ook bijvoorbeeld in Frankrijk en Italië ziet. Bijvoorbeeld, wat moet er gebeuren met nutsvoorzieningen? Mensen die in tijdelijke werkloosheid komen, kunnen die uitstel krijgen van de facturen voor water en elektriciteit en huur? Het zijn allemaal moeilijke vragen, maar blijkbaar zou men toch in die richting denken en dus maatregelen nemen voor mensen in tijdelijke werkloosheid. En intussen zou dat aantal al op 400.000 zijn in ons land. Dat is een heel groot aantal. Dat zij op zijn minst die factuur met een maand kunnen uitstellen of dat die factuur tijdelijk wordt betaald door de Vlaamse regering. Het is allemaal nog niet duidelijk, maar aan dat soort dingen zit men te denken. Dus je verwacht eigenlijk vooral maatregelen in de economische sfeer die meer verduidelijking gaan brengen? Ja. Maar ook scholen is ook een bevoegdheid van de Vlaamse regering. Komen daar nieuwe maatregelen? Wordt dat nog eens herhaald? Duidelijkheid, op dit moment zijn scholen nog altijd open, maar de lessen zijn opgeschort. Ja. En de crèches blijven wel open. Maar ook alle maatregelen rond woonzorgcentra. Mag je daar op bezoek gaan? Krijgen we daar nieuwe maatregelen? Dus dat is een beetje de vraag. Dat zijn ook de bevoegdheden van die Vlaamse regering. Komt er steun voor de toeristische sector? Misschien een van de meest getroffen sectoren, toch door dat hele coronacrisis. We mogen op dit moment, of moeten zelfs, niet essentiële reizen naar het buitenland uitstellen. Maar dat betekent ook dat de toeristische sector hier heel weinig mensen ontvangt op dit moment. Ik ga één cijfer uitpikken wat je net zei. 400.000 mensen die op dit moment al technisch werkloos zijn. Heb ik dat goed begrepen? Ja, klopt. Ja. Dat is het cijfer dat naar voren wordt geschoven of aangevraagd op zijn minst. Dat is immens veel. Dat is federale bevoegdheid. Ja. Kan onze federale staatskas dat aan? Dat is natuurlijk de vraag, want voor deze coronacrisis hebben we eigenlijk heel veel gehoord over ons begrotingstekort, dat alsmaar groter werd. En dit komt er natuurlijk nog eens allemaal bij, natuurlijk. In de economie hoor je heel veel stemmen opgaan die zeggen, trek je daar op dit moment niets van aan. Spendeer geld. Zorg dat je bedrijven niet over kop laat gaan. Zorg ervoor dat mensen deze periode kunnen overbruggen. En wellicht, als die crisis, de sanitaire, de medische crisis, achter de rug is, zullen we dat relatief snel inhalen. En zullen we wellicht nog groter begrotingstekort hebben. Maar Europa, dat waakt over bijvoorbeeld die begrotingstekorten, heeft ook al aangegeven daar veel soepeler dan ze in het verleden daarmee omging, nu ermee zullen om te gaan. En voor alle duidelijkheid, wij zijn niet het enige land dat die maatregelen neemt en die problemen zal hebben. Dus ik vermoed dat in heel Europa dit soort problemen zich zullen opduiken en dat men overal een tandje zal moeten bijsteken om later dat geld opnieuw te recupereren. Dus achteraf zullen we waarschijnlijk wel de rekening. Ja, dit gaat ons geld kosten. Ja. Dat is overduidelijk. Maar ik denk de factuur daarvan, dat we ons daar nu geen zorgen over moeten maken. Dat zijn zorgen inderdaad over een paar maanden, hopelijk. Maar het is inderdaad wel zo. Dat is ook een van de redeneringen waarom men zei, we hebben een volwaardige regering nodig die bovendien volmachten krijgt. Dit is net om maatregelen te nemen die daartoe. Ja, wat kunnen zij dan extra doen?
Wel, bijvoorbeeld, er wordt nu al 1 miljard op het federale niveau klaargemaakt om ook in die economische sector te pompen en hulp te geven. Banken wordt gevraagd om coulant te zijn tegenover bedrijven, omdat je natuurlijk anders ook daar steun, krediet, zorg ervoor dat het geld kan blijven rollen, zodanig dat bedrijven die periode kunnen overbruggen en dat mensen niet afgedankt worden. Dat zijn allemaal de maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat we hier door deze crisis heen kunnen geraken. Bijvoorbeeld ook een voorstel van econoom Paul de Grauwe om misschien faillissementen enzovoort dat nu uit te stellen. Ja. Een goede maatregel, ja, denk ik dan? Bijvoorbeeld. Of leg die lat op zijn minst niet nog hoger, zodanig dat bedrijven, want wat je in normale economische tijden misschien, ik zeg nu maar wat, ik ga een fictief getal geven, 100 faillissementen hebt, zal je er nu veel meer hebben, omdat mensen getroffen zijn door die coronacrisis en de gevolgen daarvan. Dus die 100 zijn normaal in normale economische tijden. Je moet dat verschil proberen te overbruggen, dat die andere mensen misschien wel levensvatbaar zijn en later terug kunnen aanhaken. Dat zijn allemaal taken voor de overheid, verwachten we. Dus niet alleen ordehandhaving en ervoor zorgen dat mensen niet naar buiten gaan en daar streng op toekijken, maar er ook voor zorgen dat die sectoren die getroffen worden en bedrijven die getroffen worden en mensen die getroffen worden, dat die ook hulp krijgen om die periode te overbruggen. Dat ook voor een stukje voor rust zorgt, denk ik. Want ik kan veel werknemers ook ongerust zijn van wat met mijn job. Ik kan niet werken. Ik ben werkloos, krijg een werkloosheidsuitkering. Hoeveel is dat dan? Ik moet mijn huur betalen. Ja. Dat zijn heel veel vragen waar mensen mee bezig zijn. En bedrijven hebben diezelfde vragen met een grotere, zeker als je mensen te werk stelt, met een nog grotere verantwoordelijkheid. Federaal biedt daar ook al wat hulp naar zelfstandigen. De Vlaamse regering, ik zei het al, een winkel die moet sluiten bijvoorbeeld, kan 4000 euro krijgen. Dat is een soort hinderpremie. Goed, we gaan zien wat de Vlaamse regering er nog allemaal extra aan toevoegt. Er is nog een punt, en ik weet niet of dat aan bod zal komen bij deze Vlaamse regering. Er is ook Europees geld voorzien om deze hele crisis te overbruggen. Dat was geld dat sowieso al aan ons land en alle Europese lidstaten zou worden uitgedeeld. Maar daar is nu politieke discussie over ontstaan, omdat Vlaanderen vindt dat een te groot deel van dat geld naar vooral Henegouwen, dus naar Wallonië, gaat, omdat dat gebaseerd is op eigenlijk een regel die voor iets anders werd gehanteerd. Ja. En niet in deze coronatijden. Dus daar is ook een politieke discussie, maar ik weet niet of de Vlaamse regering daar zo meteen commentaar... Vlaanderen wil eigenlijk dat dat Europees geld gaat naar bedrijven iedereen die het meest nodig hebben? Ja, of iedereen en niet zozeer de oude verdeelsleutel die eigenlijk niks met corona te maken had, daarop toe te passen. Oké. Okay. Laten we even teruggaan nog naar die maatregelen van gisteren, die verstrengde maatregelen. Het is geen lockdown, of dat woord wordt toch niet gebruikt? Waarom niet? Oh, ik vrees dat het een semantische discussie is, lockdown of niet. In het Frans gebruiken ze confinement. En confinement is een strenge opsluiting. Ja, zitten we dan in een lockdown? Ja of nee? Een lockdown zou theoretisch betekenen dat eigenlijk alles dichtgaat. Ja. En dat is ook niet zo. Hè. Bedrijven bijvoorbeeld die mensen kunnen laten telewerken, mogen blijven verder functioneren. Zelfs bedrijven die erin slagen om iedereen aan het werk te houden, zoals wij nu met deze afstand. Kunnen blijven verder functioneren. Zelfs al behoren ze niet tot de niet-essentiële diensten. Er zijn een aantal essentiële diensten afgesproken. Bijvoorbeeld wij, omroepen, behoren tot die essentiële diensten. Net als zorgverlening. Apothekers, ja, dat hoort daar allemaal bij. Voedings, supermarkten enzovoort. Maar zelfs als je daar niet toe behoort en je slaagt erin om je werknemers te laten functioneren en het werk te laten doen in, met die voldoende afstand te nemen, dus die regels, dan klopt het allemaal en mag je open blijven. Dus dat is het verschil met die lockdown. Ik denk dat de belangrijkste maatregel die gisteren federaal getroffen is dat samenscholingsverbod. Dus behalve in gezin, je mag als gezin naar buiten gaan. Je woont samen als gezin, dus je kan ook als gezin naar buiten gaan. Dat is geen punt. Maar voor de rest is er een samenscholingsverbod. Dat betekent dat je eigenlijk niet met drie, want je mag met één persoon wel nog gaan wandelen, mag bijvoorbeeld. Mag met de buren nog spreken? Op afstand, natuurlijk. Ja. Maar niet samen gaan wandelen, in groep, niet meer gaan fietsen, niet meer samenscholen, zoals dat heet. Oké.
Ik wil nog eens eventjes verder kijken naar gisteren. Dus wat jou opvalt is vooral dat samenscholingsverbod. Ja, en dan zijn er nog zaken waarvan je zegt, ja, dat heeft toch wel een serieuze impact? Ja, je verplaatsingen dus ook daar. Ik zal Maggie de Blok nog maar eens herhalen. Blijf in uw kot. Meer dan ooit. Belangrijk. Meer dan ooit. En beperk het aantal verplaatsingen. Dus je mag naar je werk gaan als dat niet telewerk is, want dat wordt aangemoedigd en dat zou de norm moeten worden voor bedrijven. En dat merk je ook op de weg, dat heel veel mensen inderdaad thuis blijven en van thuis uit proberen te werken. Maar beperk die verplaatsingen. Wat mag je wel nog doen? Je mag naar de bank gaan, je mag naar de post gaan, je mag naar een apotheek gaan, je mag naar de dokter gaan, je mag natuurlijk mensen gaan verzorgen, natuurlijk. Ja. Maar dat zijn een beetje de beperkingen die je eigenlijk krijgt op dit moment. Oké. Ik krijg hier net ook het nieuws binnen dat de persconferentie mogelijk toch wel wat later zal starten. Dus Ivan, ik stel voor dat wij nog even wat zaken bekijken overlopen. En dat we dan samen met de mensen thuis afwachten wanneer dat de Vlaamse regering zal spreken. Dus even round-up. Vlaamse regering, verwacht jij dat nieuwe maatregelen of maatregelen zal specifieren die te maken hebben met ons economische leven? Ja, met economische leven en vooral met steun aan verschillende sectoren. Sectoren en mensen. Sectoren heeft de Vlaamse regering in het verleden bij de eerste persconferentie een aantal dagen geleden al gedaan, waarbij ze steun beloofde aan de toeristische sector, aan winkels die sluiten, al dat soort. Verwacht jij dat ze die steun zullen optrekken? Dat is een beetje de vraag natuurlijk. Er is wel al wat beloofd. We zullen kijken of daar nog iets bij komt. Ik denk dat nu de belangrijkste maatregelen zullen gaan naar mensen, individuen. Dus bijvoorbeeld mensen die tijdelijk werkloos zijn. In Frankrijk is er ook al sprake dat zij de huur niet moeten betalen, dat zij hun nutsvoorzieningen kunnen, de factuur daarvan kunnen uitstellen, of dat die tijdelijk door iemand anders, een overheid, wordt betaald. Dus ik denk dat men, dat is de discussie, hoe ver zal men daarin gaan, dat weet ik niet, maar daar wordt aan gedacht in die richting, nutsvoorzieningen. Dus dan bedoel ik de waterfactuur, de elektriciteitsfactuur, de huur, eventueel, maar nogmaals, afwachten. En het zou gaan over de mensen die nu tijdelijk werkloos zijn. En dat is al een groot aantal. Ik zeg het nog eens, 400.000 mensen hebben dat statuut, of via de bedrijven, dat statuut al aangevraagd. Die mensen die tijdelijk werk of technisch werkloos zijn, want dat is de juiste term, wat mogen zij verwachten? Heb je enig idee wat, welk loon zij nog krijgen of welke uitkering? Want het is geen loon meer, het is een soort uitkering. Daarvoor ken ik de details veel te weinig om te weten hoe dat exact gaat verlopen. Daarvoor op dit moment niet geweten. Goed, Ivan, nog één ding. Want de ministers zullen waarschijnlijk daar aanwezig zijn. Ja. Maar niet minister Krevits en minister Somers, heb ik begrepen. Nee, zij zitten zelf. En er is daarnet een foto via sociale media ook rondgestuurd van de ministerraad. Ja. En dan zie je een mooi televisiescherm dat in twee gedeeld is. En aan de ene kant zie je minister Krevits op dat televisiescherm. Ja. En aan de andere kant... Ze zijn niet aan het telewerken. Ja, op een Bart bepaalde Somers. Manier wel. Jawel. Ze zijn allebei... Allebei hebben ze gemeld dat in hun omgeving het coronavirus is opgedoken. En dus allebei nemen ze alle maatregelen in acht. En dat betekent zelfisolatie, zoals dat heet. Een vorm van quarantaine die je zelf oplegt. En dus zij volgen de ministerraad van thuis uit. Ik denk dat een minister, tenzij hij bezoek moet afleggen, perfect kan telewerken en dus van thuis uit kan werken. En dat doen deze twee ministers op dit moment. Oké, fantastisch. Ivan, we gaan, omdat de persconferentie nog altijd niet begonnen is, ga ik jou even laten gaan, maar blijf in de buurt. We gaan een stoelendans doen, want ik ga er Koen Wouters bij vragen. Koen Wouters, onze man van de wetenschapscel, die zal proberen op al uw vragen te antwoorden. Want er zijn best veel vragen binnengekomen, Koen. Na de nieuwe verstrengde maatregelen van gisteravond tijdens de persconferentie van de federale regering. Welkom, het zijn ook drukke dagen voor jou. Maar bedankt om het allemaal zo goed voor ons op te volgen. Een eerste vraag die binnenkomt. Het is mooi weer vandaag. Ze voorspellen zelfs 17 graden, 18 graden. Prachtig lenteweer eigenlijk. Mag ik buiten gaan wandelen? Ja, je mag buiten gaan wandelen, dat mag nog altijd, maar met je een beetje gezin. In de micro. Ja. Je mag buiten gaan wandelen, maar je moet dat wel doen met je gezin, maximaal. Mm-hmm. Dus de mensen met wie je samenwoont, een beetje afstand. Je mag eventueel één vriend of vriendin meenemen,
Maar dan moet je die anderhalve meter afstand in acht nemen. Dus ik mag alleen gaan wandelen. Ja. Ik mag met één van mijn kinderen gaan wandelen. Ja. Met het hele gezin gaan wandelen. Ja. Ik mag zelfs met een vriend of een vriendin, maar één persoon ook gaan wandelen. Je mag niet met vier, vijf van je vrienden gaan wandelen. Je mag ook niet in je gezin je ouders nog meenemen. Mm-hmm. Of de hele schoolfamilie. En stel dat mijn vriendin, ik zelf woon in de buurt van Brussel en mijn vriendin woont in West-Vlaanderen. Mag ik naar daar rijden om met haar te gaan wandelen? In principe zijn wat heet niet-essentiële verplaatsingen zijn niet toegestaan. Okay. Dus als jij eventjes met de auto tot aan het bos 5 kilometer verder, okay, maar West-Vlaanderen, dat is een in mijn te geval ver. Dan een beetje te ver. Goed, mag ik nog op bezoek gaan bij familie of vrienden? Eigenlijk niet. Het principe is altijd, men spreekt van in wetenschappelijk termen de silo of de bubbel waar je in zit. En je bubbel is je gezin. En je blijft daar zoveel mogelijk in. Een andere bubbel is eventueel je werk. Mm-hmm. Maar daar moet je dan gepaste afstand houden. Dat we nu ook doen, ja. Zoveel mogelijk thuiswerken in de eerste plaats. Maar in ons geval is dat niet altijd mogelijk. Hè. En je moet vooral proberen te vermijden dat die silo's of die bubbeltjes gaan mengen. En als je dan op bezoek gaat bij vrienden, dan ga je hun bubbel samenbrengen met de jouwe. Als je op bezoek gaat bij familie of bij je ouders, is dat nog meer af te raden, want dan zit je bij een andere generatie. En het is juist de bedoeling dat je, zeker de wat oudere generatie, jouw ouders zijn nog jong en fris, maar de mijne zijn een beetje ouder, nog ook in goede gezondheid. Maar we nemen al die maatregelen om hen te beschermen. Mm. Dus je moet die generaties zoveel mogelijk scheiden. Maar ik heb bijvoorbeeld een zwaar hulpbehoevende oma, die wel een eind ver woont. Kan ik haar bijvoorbeeld voeding gaan brengen? Mag ik dat? Je mag dat doen als je opnieuw die afstand bewaart. Als je oma niet zelf kan gaan winkelen, dan ga je voor haar naar de supermarkt. In je eentje, ook voor supermarktbezoek zijn er regels. Daar zullen we straks misschien nog op ingaan. Daar inderdaad nog op terug. Ja. En dan zet je die af aan de voordeur. Ja. Je belt aan. Je zwaait even, je geeft een kushandje en dan vertrek je. Oké, dus eigenlijk bezoeken voor mensen in nood kunnen wel nog altijd. Ja, als je etenswaren gaat brengen. Mm-hmm. Of apothekers, middelen. Dus als we naar die winkels gaan kijken, wat is er nog open? Mm-hmm. Supermarkten blijven open, voedingswinkels blijven open, apothekers blijven open. Omdat dat eigenlijk, dat zijn de dingen die we gewoon nodig hebben om te blijven leven. Hè. Bijvoorbeeld voor supermarkten geldt wel de regel van per bezoeker moet er 10 vierkante meter zijn. Dus dan gaan die supermarkten gaan uitrekenen hoeveel vierkante meter hebben we en hoeveel bezoekers mogen dan binnen. Ja, je mag ook maximaal een half uurtje binnen in de supermarkt. Okay, dus goed op voorhand je lijstje maken en goed weten wat je nodig hebt. Maar ze blijven wel open en je moet dus niet gaan hamsteren of gaan opslaan. Die bevoorrading wordt gegarandeerd. We moeten niet vrezen dat die distributie in gevaar komt. Nee. Ook niet wanneer mensen ziek gaan vallen daarin. Nee, omdat ook iedereen blijft ook wel werken. Hè. En thuiswerken is aan te raden. Dat is eigenlijk de norm. Maar soms kan dat niet. En dan moet de werkgever gewoon zien dat werknemers op een veilige manier kunnen blijven werken met aandacht voor die afstand, met de nodige hygiënische maatregelen. Maar bijvoorbeeld voor de bevoorrading van onze voeding, kan dat. Kan dat nog wel. Ik heb hier nog een vraag van iemand die zegt, mijn huis staat te koop. Mm-hmm. Op dit moment, en er komen net mensen kijken, ik heb afspraken gemaakt, mag ik dat nog doen? Goh, als je dat goed regelt, dan mag dat. Hè. Mm-hmm. Als je die mensen één voor één binnenlaat in je huis, nooit allemaal tegelijk, en je houdt opnieuw die afstand, dan gaat dat, want soms zit je vast aan termijnen. Je moet uit je huis uit om naar een volgende te kunnen gaan. Maar dat is niet evident. Je mag dus zeker geen 10 mensen tegelijk binnenlaten in je huis. Oké, dus één voor één zou kunnen. Misschien is hier toch ook aan te raden om indien mogelijk de verkoop even uit te stellen. Ja, of bijvoorbeeld, ik heb op IMO-websites ook al virtuele rondleidingen gezien. Hè? Mensen die met de camera door hun huis gaan, er zijn wel creatieve oplossingen. Mensen zijn creatief, zeker in zulke situaties. Scholen, ik heb het al even met Ivan hier net besproken, die blijven dus open voor opvang van kinderen, maar worden geen lessen gegeven. Dus er zijn gisteren een reeks maatregelen bijgekomen. De vorige maatregelen die blijven gewoon van kracht. En bij de vorige maatregelen is beslist, er worden geen lessen meer gegeven, maar er wordt wel opvang voorzien, omdat een aantal ouders ook moeten kunnen werken. En je mag geen beroep doen op die grootouders. En daarvoor is die opvang. Ja. Crèches dus om dezelfde reden blijven open. Ja, het is weer een afweging tussen ons economisch systeem laten draaien en de gezondheid van de mensen in het hoog houden. Want
In Frankrijk en Italië zijn zowel de scholen als de crèches volledig dicht. Ja. Daar is een volledige lockdown. Ja. Daarom dat wij ook niet echt spreken van een echte lockdown. Het werk, het is de bedoeling dat dat blijft lopen. Mm-hmm. En er is opvang in de scholen, er is opvang in de crèches. Mm-hmm. Dit zijn de maatregelen nu. Het kan nog altijd strenger, zoals in Italië en in Frankrijk. Ja. Of dat nodig gaat zijn, dat is een andere vraag. Moeten we afwachten, oké. We kunnen dus blijven werken, mits de handhaving van bepaalde maatregelen, zoals afstand en goede hygiëne. Stel nu dat ik toch, ja, liefst thuis zou willen werken. Mm-hmm. Kan mijn baas mij verplichten om te komen werken? In mijn geval denk ik van wel, maar ja. Er zijn misschien ook mensen die een bureaujob hebben en die zeggen, ja, ik zou dat liever thuis doen, maar waarvan de baas zegt... De norm is thuiswerk. Ja. Mm-hmm. Dus als je thuis kan werken, moet je thuis werken. En als het niet anders kan, bijvoorbeeld mensen in de bouw bijvoorbeeld, mm-hmm. Dan moet de werkgever het zo inrichten dat mensen daar kunnen werken op een veilige manier. Heel concreet kan dat zijn op een bouwwerf. Als je samen een muurtje metselt, dan kan je genoeg afstand nemen, die anderhalve meter. Maar bouwvakkers die hebben de gewoonte om met z'n allen in een bestelwagentje naar de werf te gaan. Dat gaat dus niet. Niet meer. Ja. Oké, prima. Controle, want het zijn heel veel maatregelen. Ja. Er zijn ook boetes aan verbonden, straffen. Mm-hmm. Hoe zit dat juist en hoe zal het gecontroleerd worden? Wel, in principe gaat de politie controleren. Er zijn ook andere veiligheids- en gezondheidsinspecties die controle kunnen uitvoeren. En de politie heeft nu ook wel wat meer tijd tussen aanhalingstekens, want qua alcoholcontrole, snelheidsovertreding op de weg valt het mee. De politie gaat dat handhaven en indien nodig zijn er sancties voorzien. Oké. Okay. Koen, ik ga nog een laatste vraag stellen. Veel mensen hebben ook zijn gescheiden, mm-hmm. hebben co-ouderschap. Ja. Mogen hun kinderen de ouders blijven bezoeken? Ja, heel belangrijke vraag die mij de voorbije uur al heel veel is gesteld. In principe wel. Hè. Dus kind zit in het ene bubbeltje, gaat in het andere bubbeltje in plaats van één grote gezinsbubbel. En die kinderen, die mogen over en weer. Mm-hmm. Nu, er zijn wel uiteraard een paar uitzonderingen. Als één van die ouders ziek is of als het kind ziek is, mm-hmm. dan doe je dat uiteraard niet. Hè. Mm-hmm. Als een kind bij een zieke ouder is, dan blijft het bij de zieke ouder. Je gaat het ook nooit naar een zieke ouder toebrengen. En als het kind zelf ziek is, dan blijft het gewoon waar het is. Maar verder mag co-ouderschap met de afspraken die ouders onderling hebben gemaakt, gaat dat gewoon door. Oké, prima. Koen, we gaan hier even... We gaan nog even door, hoor ik zeggen. We gaan nog even door met onze vragen. Ik heb er een hele lijst, dus ja, prima. We kunnen nog een tijdje doorgaan. Absoluut. Het openbaar vervoer is nog zoiets. Mag ik mij blijven verplaatsen met het openbaar vervoer? Is dat nog veilig? Het openbaar vervoer blijft gegarandeerd om de mensen op hun werk te krijgen indien nodig. Opnieuw met diezelfde maatregelen. Je merkt dat ook al. Hè. Als je nu gaat kijken naar bussen en naar treinen, er is plek genoeg voor iedereen. Het is ook de bedoeling dat die plek er is. Hè. En als blijkt dat het toch te vol wordt op de treinen, moeten er extra treinen worden ingelast. Maar het is absoluut niet het geval. Niet. Oké, dus dat kan nog allemaal. Met de auto mij verplaatsen, mag ik blijven doen? Mag je blijven doen, maar in theorie alleen maar voor die essentiële verplaatsingen naar de supermarkt, naar de voedingswinkel, naar het tankstation, om boodschappen te gaan brengen naar je oma. Dus eigenlijk, we gaan allemaal een beetje moeten terugplooien op onszelf, op onze kleine omgeving rondom ons. Ja. Dus ook mensen die familie hebben die ver weg woont, die zullen die een poos moeten missen. Ja, telefoneren, WhatsAppen, FaceTimen, de elektronica kan wel een eindje helpen. Ja. Maar het halve land gaan doorrijden, zeker niet om op reis te gaan, om uitstapjes, dat is niet de bedoeling. Ja, reizen, dat is totaal verboden op dit moment. Ja, ja. Wordt niet meer gereisd. Nee, wordt niet meer gereisd nu. Stel je voor, ik heb bij ons thuis de vaatwasser werkt niet meer of de wasmachine doet het niet meer. Mag ik iemand laten komen om dat te herstellen? Dat mag nog wel. Hm? Dus als je dak lekt of van die dingen die echt moeten gemaakt worden, dan mag er iemand komen. Opnieuw, je laat die man of vrouw de loodgieter binnen. Mm-hmm. Die komt zijn herstelling uitvoeren. Je houdt genoeg afstand en die gaat dan terug naar buiten. Okay. Maar als je nu het jaarlijks onderhoud van de verwarmingsketel of het likje verf dat echt nog een paar jaar kan wachten, dat wordt toch aangeraden om uit te stellen. Okay, dus je moet eigenlijk voortdurend goed nadenken wat echt essentieel is. Eigenlijk is het een beetje ook gewoon je gezond verstand gebruiken. En je moet niet altijd denken in regeltjes of wat mag er nu van de overheid of wat mag er nu niet. De meeste mensen zijn zelf wel groot genoeg om te kunnen inschatten. Het is
de bedoeling dat we die epidemie tegenhouden of zo traag mogelijk laten verspreiden. Dus alle contact dat we kunnen vermijden, dat gaan we vermijden. Mm-hmm. Oké. Okay. Dus klusjes laten uitvoeren in mijn huis, indien ze essentieel zijn. Ja, dan kan dat. Oké. Okay. Ja. Dus voor alle loodgieters, dakwerkers, elektriciëns, schilders, tuinmannen, nog zoiets? Kan een tuinman komen? Als je die gewoon rustig door de achterpoort naar binnen laat en die komt in je tuin, dan heb je daar in zee geen contact mee. Okay. Ja. Kinderen, mijn kinderen, ik heb twee kleine kinderen, die staan voor het raam te kijken naar de buren, de kinderen van de buren. Ja. Maar ik heb gezegd dat ze niet mogen samenspelen. Ja, dat is ook eigenlijk wel zo. Zeker groepjes van kinderen, die vallen eigenlijk onder het samenscholingsverbod. Je moet dat niet gaan doen. Wat in theorie wel kan, iedereen heeft recht op één vriendje of vriendinnetje. Wij, maar ook jouw kinderen. Dus als daar één kindje zou komen spelen of zij gaan spelen bij één kindje, dan denk ik dat dat nog zou kunnen. Zelfs als dat voortdurend wisselende vriendjes zijn? Ja, daar moet je dan weer gaan oppassen natuurlijk. Hè, want die kinderen die zitten nu nog... minstens 4 weken thuis. Ja. Hè. En je kan... Waarvan sowieso al tot 5 april onder deze maatregelen. Ja. Dus als je nu een soort van ketting gaat organiseren van de een naar de ander, dat is misschien ook niet zo verstandig. Hè. Maar één op één, dat gaat nog wel. Dus kinderen toch best laten spelen met de kinderen uit het gezin en liefst niet met andere kinderen. Er mag af en toe wel eens een vriendinnetje komen of een vriendje komen, maar niet systematisch. Niet echt aangeraden. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat er best wel jonge adolescenten zijn die hun eerste lief hebben, die dus niet samenwonen, of hun tweede lief of derde lief, moet ik het zeggen. Mogen zij elkaar zien? Zij vallen eigenlijk onder het kader van je mag elkaar zien, je mag buiten in het bos een wandelingetje gaan maken, zoals jij en ik met een goede vriend of een vriendin. Maar hou dan die anderhalve meter afstand. Ja. En ik denk dat dat voor die jonge pubers een beetje moeilijk zal zijn. Ik weet niet of ik het luidop zal zeggen, maar of we sexting in deze moeten aanraden. We moeten zo lang afgaan. Dat zullen we toch niet aanraden, Koen. Die jagende hormonen. Ja. Maar in principe mogen ze elkaar zien als ze afstand houden. Maar dat is moeilijk, hè? Dat zal moeilijk zijn met jong verliefden. Maar toch, het mag dus mits afstand houden. Ja. Het huisvuil, voorlopig kan ik dat gewoon buiten zetten. Dat wordt ook gewoon opgehaald zoals altijd. Ja. Omdat er is eigenlijk geen contact tussen jou en de huisvuilophaler. Die kan dat ook op een veilige manier doen. Dus dat is geen enkel probleem. Ja, en ik mag het ook gewoon buiten zetten indien ik niet in contact kom met andere mensen. Ik kan me voorstellen, mensen die op een appartement wonen, dat ook niet altijd evident is. Mensen kruisen elkaar, dat kan dus dat wel. Dat kan. Okay. Ja. Online shops. Ja, nog zoiets. Ik kan me voorstellen dat mensen ook die nu thuis zitten wat meer online dingen gaan kopen. Die blijven open. Die blijven voorlopig ook leveren. Dat die shops zich binnenshuis georganiseerd kunnen houden. En dat de achterkant van die webwinkels, dat zij dat zo kunnen doen zonder dat er nou contact is. Hetzelfde geldt eigenlijk, dat is ook wel een vraag die heel vaak terugkomt, voor alle afhaaleten. Hè. De frituren, restaurants die zich aan het omdraaien zijn en naar traiteurdiensten die aan het omscholen zijn. Dat kan blijven doorgaan, op voorwaarde dat zij zelf zich zo kunnen organiseren dat het veilig kan. Oké. Mijn laatste vraag. De post. Mensen hebben graag hun dagelijkse krant of willen graag ook nog de post ontvangen. Dat blijft De postbode blijft op ronde gaan. De postkantoren zijn ook open, maar niet tijdens het weekend. Dus daar verandert eigenlijk voorlopig niets aan. Oké. Toch nog een allerlaatste vraag, want ik kan me toch ook indenken, mensen die of vrouwen die nu zwanger zijn, dat die misschien wel extra bezorgd zijn. Ja, dat begrijp ik. Is daar reden toe? Nee. Twee dingen. Je hebt het wetenschappelijke antwoord. En alle studies die tot nu toe gedaan zijn rond zwangerschap. Op dit moment merken we, in China zijn er bijvoorbeeld al zwangere vrouwen die bevallen zijn. Voor die foetus, voor dat jonge kindje, is er tot nu toe geen enkel probleem. Okay. Je moet ook wel op controle gaan. En zo de vaste controles bij de gynaecoloog, je hebt recht op 3 echo's per zwangerschap, die gaan door. Maar zo de pret-echo tussen aanhalingstekens, die niet meer. Die zal niet meer. Koen, we gaan hier afronden. Ik wil jou heel hartelijk danken. Met plezier. Om op al die vragen toch al een antwoord te geven. Er blijven vragen binnenkomen. We gaan jou ongetwijfeld nog terugzien. Zeker wel. En intussen doen we weer een stoelendans. Komt Ivan de Vadder weer bij me zitten. Ivan, persconferentie. Dat is het nieuws dat ik kan melden. De persconferentie
persconferentie is vertraagd, dus dat wordt wellicht 12:30 pas. Dus ik denk dat we hier op 1 stilletjes aan zullen afsluiten. Maar wie de persconferentie wil volgen, ja, die kan via de livestream, via de Facebook, ons blijven volgen. Want dan zullen we die persconferentie op die manier wel opnieuw uitzenden. En mocht het zelfs zo laat worden dat we in het 1-uur-journaal belanden, ja, dan zal iedereen via het 1-uur-journaal kunnen kijken. Nog één detail, jij vroeg daarnet die technische of tijdelijke werkloosheid. Hoeveel is die premie? Wel, mevrouw Muilen, minister van Economie, heeft net bekendgemaakt dat die premie verhoogd is naar €1.400. Dus dat kan ik nu ook meegeven voor die 400.000 mensen die de aanvraag hebben ingediend. Goed, we sluiten hier nu af. En ja, kijkers kunnen ofwel livestream voor de persconferentie, ofwel in het 1-uur-journaal. Dankjewel, Ivan. En ik wil u thuis ook bedanken voor het kijken. En we blijven het voor u op de voet volgen. En we zien u heel graag terug tijdens het 1-uur-journaal of uiteraard op onze website 14nieuws.be. Dank u wel. Tot ziens.